Team Retail, welkom bij een nieuwe weekly. De eerste na een kleine zomerbreak. Deze week wil ik met jullie hebben over BioPlanet en Smart Retail, de incubator van Coloruit Groep, die jonge, startende, innovatieve merken een kans geven in hun supermarkt. Vandaar vliegen we naar Wenen, naar IKEA, die een prachtig nieuw stadsconcept hebben neergezet, gebouwd rond gemak en rond duurzaamheid. Tot slot komen we terug naar Antwerpen, waar The Guest opent. Een concept store die voelt als een magazine, waar jonge, startende merken kansen krijgen en waar ze veel verder gaan dan winkel alleen. Smart Retail, de incubator van Coloruit Groep, gaat samen met BioPlanet een contest organiseren waar jonge, startende merken die ofwel op de eiwitshift zitten ofwel op de circulaire voedselketen kans krijgen om in de BioPlanet 12 maanden shelf space te krijgen. Nu, die 12 maanden shelf space, dat is één ding, maar ze gaan veel verder. Ze gaan ook een programma aanbieden waar advies is, waar mentorship is, maar ook marketingondersteuning en marktonderzoekondersteuning. Zit die product market fit wel goed? En ik vind dat persoonlijk een supermooie evolutie. Heel vaak gaan die jonge, traditionele merken moeite hebben om aan te kloppen bij de aankoop van de supermarkten. Simpelweg, ze hebben geen volume, geen naambekendheid en ze komen in een traditioneel onderhandelingsproces terecht, wat veel te vroeg is voor hen. Ze weten überhaupt nog niet of hun product zal aanslaan. Als Coloruit Groep en BioPlanet in een heel vroeg stadium van die start-up die merken eigenlijk aan boord kunnen krijgen, net op het punt dat ze klaarstaan om te lanceren en ze kunnen die echt effectief helpen. Eén, dan zit die relatie goed tussen beide partijen, maar twee, winnen ze beide. Het is een win-win voor beide. Dus ik ga met veel bewondering naar dit initiatief kijken en ben benieuwd welke nieuwe merken we binnenkort bij BioPlanet gaan vinden. Ik scrolde deze week door mijn feed en kwam een post tegen van Monique Huslagen. Wie Monique nog niet kent, ik kan alleen maar aanraden van haar te volgen. Zij is een dame die alles weet over locatiestrategie binnen de retail, die elke week super interessante posts doet rond allerlei innovatieve nieuwe concepten binnen de retail. Zij schreef over IKEA, die een nieuwe conceptstore opendoet in Wenen. Mooi om te zien hoe eigenlijk een groot oppervlaktewinkel als IKEA ook in een compact gebouw past, maar nog steeds toch een bepaalde omvang heeft. We gaan 5 verdiepen omhoog met boven een rooftopbar. Het is echt een typische doorvertaling van een stadsconcept, waarbij dat we zien dat ook IKEA eindelijk inziet dat het e-commerce verhaal en het offline verhaal dat elkaar moet versterken. En dat die winkels, die staatswinkels, ook echt versterkend werken voor het e-commerce gebeuren. Dus enerzijds kan je er wel degelijk spullen en kleinere spullen kopen, maar anderzijds kan je de grote dingen laten bekijken, laten samenstellen enzovoort. En dan met elektrische vrachtwagens bij je thuis laten leveren. Nieuwe journeys, nieuwe missies. Ik vind het perfect. Er zijn geen parkeerplaatsen. Het is een heel tof gebouw met heel veel groen, heel veel bomen. Het is een verdere en verdere opschuiven van IKEA die de maatschappij en de trends volgt en die wat mij betreft echt wel mooie dingen daar aan het doen zijn. The Guest. Ik ben super gelukkig, want The Guest komt naar Antwerpen. Voorheen zaten ze met een pop-up in Knokken. En The Guest is echt zo'n typisch concept dat op de assen waar retail heen gaat, eigenlijk alles een beetje mooi samenpakt. Er zijn heel veel nieuwe jonge merken die met name via social heel erg succesvol zijn, maar die nog niet in het stadion zitten om zelf een winkel te gaan openen. The Guest is zo een van die spelers die eigenlijk cureren, die een platform maakt om die jonge nieuwe merken een kans te geven. Mooi gemixt en aangevuld met gevestigde waarden. En eigenlijk heel erg gaat kijken in welke mate passen die merken bij ons, bij waar wij voor staan, waar wij in geloven, wat proberen die merken zelf te bereiken. En die rond heel die productenwereld echt experience creëren met events, met een food corner, DJ booth, podcast studio, the works. En die eigenlijk met de seizoenen mee, net zoals in een magazine, gaan cureren en gaan wisselen. En zo is er altijd wat te beleven, altijd wat te doen. En ik denk dat zij een mooie hotspot hier zullen neerzetten. Welkom in Antwerpen. Kleine shout-out naar Giritis en naar Jim Kantes, de initiatiefnemers. Jullie zetten de toon in het Vlaamse retaillandschap. Way to go. We gaan er binnenkort zeker naartoe, want The Guest is genomineerd voor de Salesforce Retailer Newcomer of the Year Award. Een awarduitreiking 7 oktober georganiseerd door Q&A, waar ondergetekende Team Giele en Team Retail ook in de jury zitten en verslag van zullen brengen. We gaan daar onder andere ook de mensen van Ecoplaza zien, want zij zijn eveneens genomineerd, net als Polestar. Team Retail, de eerste weekly na de zomer. Ik hoop dat jullie van genoten hebben. Volgende week zijn we terug, mocht ik jou intussen tijd verder kunnen inspireren. De Team Retail podcast staat voor je klaar. Monique Huslagen, die ik eerder in deze video benoemde, met haar heb ik een klein jaartje geleden een superleuke podcast opgenomen rond locatiestrategie. Als je daarover iets wilt bijleren, dan raad ik je aan om de podcast te downloaden in de link in de omschrijving. Tot een volgende keer, tot een volgende Team Retail. Je zei op het einde van de zomer, eigenlijk is de zomer nu pas begonnen. Ja, het is de eerste, de laatste en de eerste dag van de zomer tezamen. Dat lijkt het wel. Ja, inderdaad.